Hoe stel je twee-factor authenticatie in op je Apple-account? Wat is twee-factor authenticatie? Het wordt ook wel eens twee-staps verificatie genoemd. Blijf kijken. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube-kanaal komt, druk dan even op de abonneerknop en zet ook het belletje aan. Wat is twee-factor authenticatie? Je kan inloggen met je Apple-account op verschillende apparaten en diensten. Op je iPhone, je Mac, op Apple TV, Apple Music, iCloud en nog zoveel andere. Als iemand je gebruikersnaam en paswoord heeft van je Apple-account, kan deze persoon zomaar inloggen met je Apple-account op die andere apparaten en diensten, met alle gevolgen van dien. Als je twee-factor authenticatie instelt op je Apple-account, dan moet degene die jouw Apple gebruikersnaam en paswoord heeft, ook nog eens een zescijferige code ingeven, die alleen op jouw smartphone verschijnt. Op die manier wordt het al heel wat moeilijker om jouw Apple-account te misbruiken. Hoe stel je twee-factor authenticatie in op je Apple-account? Ga naar appleid.apple.com. Log in met je gebruikersnaam en paswoord. Ik moet een zescijferige code ingeven omdat mijn twee-factor authenticatie al aanstaat. Ga naar account beveiliging en volg de instructies. En je twee-factor authenticatie wordt geactiveerd. Abonneren, delen en reageren.